Welkom bij weer een nieuwe vlog. We gaan het vandaag hebben over winteronderhoud en kwaliteit van benzine. Voor dat laatste zijn verschillende producten op de markt. Ik heb een scheikunde lokaal gemaakt om jullie uit te leggen hoe het allemaal in zijn werk gaat. Winteronderhoud, daar gaan we het vandaag eens over hebben. Het belang daarvan wordt onderschat. Ik hoor daarom ook heel veel argumenten om het niet te doen. Ik heb daar een top 3 van gemaakt. Op 3 staat, het ding doet het altijd. Op 2 staat, ik heb vorig jaar nog onderhoud gehad. En op 1 staat, ik vaar nooit. Nou, heel bijzonder. Wij zorgen ervoor dat je wel blijft varen. Ik heb 3 argumenten waardoor onderhoud wel belangrijk is. Er zijn 3 dingen waar we dus mee te maken hebben. Dat is 1, veroudering van benzine. 2, uitdroging van rubberdelen. En op 3, corrosie door vocht. Zo heb ik hier een carburateur. Wat gebeurt daarmee als je die een tijdje stil laat staan met benzine erin? Benzine trekt vocht aan. Vocht gaat in je carburateur zitten en vreet daarop in. Uitdroging van rubberen delen. Ik heb hier een waterpomp. Er zit de impeller in, dus de rubberwaaier van de waterpomp. Doordat die asymmetrisch is, gaan de blaadjes zo, pompt die water om je motor te koelen. Dit ding, de impeller, is van rubber. Rubber kan uitdrogen. Ik heb hier een kleine die uitgedroogd is. Er is nog maar de helft van over. Die koelt dus niet meer. Vandaar dat rubberdelen heel belangrijk zijn om te onderhouden. Dit is zo'n impeller. Ik zal hem er even uithalen. Maatje groter, in goede staat. Mooi soepel. En hier eentje, maatje kleiner weliswaar. Uitgedroogd. Het scheurt. Het verliest de koelcapaciteit. En de rubberdelen komen in je blok te zitten. Hetzelfde geldt voor de distributieriem. Is eveneens van rubber. Kan dus ook uitdrogen en je wil niet dat die breekt. En dit is die carburateur die ik net liet zien. Op het oog ziet hij er eigenlijk prima uit. Als je hem openmaakt zie je ook nog niet zoveel, maar als je goed kijkt, zit hij eronder in een gat. Welkom in de scheikundeles. Ik heb hier een potje benzine, zojuist getankt, vers. Ik heb zo'nzelfde potje ooit tot hetzelfde niveau gevuld, 5 maanden geleden. Ziet er dus nu zo uit. En het is duidelijk te zien dat de brandbare delen vervlogen zijn. Zo'nzelfde potje heb ik van 9 maanden oud. Nog verder vergaan. En duidelijk is het kleurverschil te zien van vers naar oud. En dit wil je niet in je tank. Sterker nog, het ruikt niet eens meer naar benzine. Maar hoe voorkom je dat nou? Daar zijn verschillende middelen voor op de markt. Als je allerlei flesjes ziet staan, heb je geen idee meer wat je moet hebben. Daar ga ik wat over uitleggen. Je hebt een brandstofcleaner. Die kun je eigenlijk heel het jaar door gebruiken tijdens het varen, dus ook zomers. Maakt de brandstof eigenlijk minder agressief of wel vriendelijk. Je hebt ook een stabilizer en conditioner. Praktisch dezelfde als deze, maar die houdt de houdbaarheid ook op peil. Dus de benzine blijft langer houdbaar. Voor de winter dus. En die is ook verkrijgbaar in een makkelijk knijpflesje. Andere optie is aspenbenzine. Wordt veel gebruikt in de tuinmachines. Heeft geen veroudering. Nu is er tegenwoordig nieuwe benzine, genaamd E10. Term kent iedereen wel, maar waar staat het nu voor? Die E die staat voor ethanol. Dat is een ander woord voor alcohol. En dat kent natuurlijk iedereen. Die 10 staat voor 10%. Het voordeel van E10 benzine is dat de uitstoot veel lager is. Het nadeel is dat door die toevoeging van meer ethanol, alcohol, de veroudering harder gaat dan die al ging. Het nadeel, even iets verder uitgelegd, heeft puur te maken met stilstaan. Doordat het stilstaan veroudert die brandstof harder. En wat voor producten hebben we er last van? Juist, de boot, de oldtimer, de motorfiets, de grasmaaier, noem maar op, de auto niet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.